48 jonge leerkrachten vertrekken deze week naar het binnenland om onderwijs te verzorgen op de verschillende openbare basisscholen. Ze zijn gisteren toegesproken door minister Robert Penneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, het hoofd van het bureau Basisonderwijs Lydia Hewitt en de onderdirecteur Onderwijs Muriel Hoepel. Penneu gaf de leerkrachten mee dat zij zich altijd neutraal moeten opstellen wat er ook mag gebeuren. Je hebt een belangrijke rol te vervullen in het binnenland. Treed niet in discussie, maar probeer je in te leven in de dorpsgewoonte en maak die jouw eigen, aldus de bewindsman. Bij aankomst is het van belang om eerst kennis te maken met de gramang. Ga er met een rein geweten en laat niemand jou beïnvloeden of bang maken. Weet hoe je omgaat met de dorpsbewoners en ouders, zei de onderwijsminister. Penneu wees erop dat het belangrijk is om onregelmatigheden altijd schriftelijk te rapporteren. De leerkrachten zullen zich volgens hem vooral op de vakken rekenen en taal moeten concentreren. Hij wees hen er ook op dat zij bevoegd, maar nog niet bekwaam zijn. Dat zal volgens hem met de tijd wel komen. Heb geduld met het kind. Praat zoveel mogelijk en ga niet over tot het slaan. Aldus onderwijsminister Penneu, die gisteren 48 jonge leerkrachten heeft toegesproken die deze week naar het binnenland vertrekken. De leermiddelen zullen direct met de leerkrachten worden meegestuurd.